ga jullie laten zien hoe je op hele eenvoudige manier je eigen wietolie kan maken. En daar gebruiken we twee methoden voor. De vrije opgietmethode en de onvolprezen cannolatermethode. Bij de vrije opgietmethode heb je nodig een verwarmertje, wat water, een luchtpompje, een bekerglas en een theezeefje. Eerst gaan we wat water in de verwarmer doen, want we verwarmen het bekerglas zometeen au bain-marie, zoals dat heet. En dat voorkomt dat het kan aanbranden, want water wordt natuurlijk nooit heter als 100 graden. En dat wil zeggen dat als we hier een bekerglas in doen, dat niet warmer wordt dan een graad of 95. Hier vullen we ook wat water bij. Zo, klaar is Kees. Nou, dan eerst maar eens eventjes de vrije opgietmethode. Als je denkt van, goh, ik wil wietolie proberen, maar voordat ik zo'n cannolator koop en geld ga uitgeven, moet ik eerst even zien of het wel werkt. Dat is een hele eenvoudige methode, de vrije opgietmethode. Ik heb hier twee bekerglaasjes met ieder 5 gram wiet erin. En die gaan we zometeen op twee verschillende manieren bewerken. Eerste manier, vrije opgietmethode. Je hebt wat cannabis en je giet er alcohol op. Net zoveel totdat de wiet helemaal bedekt is onder de alcohol. En je moet je voorstellen, op die wiet, die cannabis of die hennep of hoe je het dan ook noemen wil, daar zit een beetje een hars. En daarin zitten de cannabinoïden, de werkzame stoffen. En die hars, die olie, die lost in seconden op met alcohol. Dus je hoeft er niet al te veel poespas aan te besteden. Je giet het op, schudt het een beetje en klaar is Kees eigenlijk. Goed. We gieten de alcohol af en je ziet al dat die alcohol een kleurtje heeft gekregen. En dat komt door de hars die erin zit opgelost. En nou is het zo dat de cannabis die hier bovenin zit in het glas, daar zit nog steeds alcohol in. En wel zoveel dat het zonde is om die erin te laten. Want in die alcohol daar zitten natuurlijk die werkzame stoffen en die willen we eruit hebben. Goed, gebruiken we het theezeefje voor. We herhalen dit hele procedure. Gieten nog één keer alcohol erop. Even schudden. Of roeren. En weer afgieten. We laten hem even uitlekken en dan begin ik vast aan de tweede methode en dat is dus de manier met de cannolator. En dan zul je zien, zal ik je gaandeweg uitleggen, wat de voordelen van beide methoden zijn. De voordelen van deze methode zijn vooral dat het snel is. Nadeel is dat je er niet alles uithaalt, dat de hoeveelheid die je eruit haalt kan variëren en dat je relatief vrij veel alcohol gebruikt. Vullen de buis, klein beetje aandrukken. Beste man, ik heb van tevoren gezegd dat het allebei 5 gram was. Oh, zo, sorry. Ja. Oké, we vullen de buis. Eigenwijze cameraman. Knip, we vullen de buis. Met in dit voorbeeld 5 gram cannabis. Niet geheel toevallig de maximale hoeveelheid die je in een koffieshop makkelijk kan kopen. Oké, 5 gram cannabis. En we gieten erop 30 milliliter alcohol. 6 keer het gewicht aan cannabis giet je in milliliters erbovenop. En we laten het lekker doorlopen. Nou, deze is inmiddels wel uitgedruppeld. Dus die buis die kunnen we weghalen. En we gaan eens even kijken
hoeveel alcohol eruit is gekomen. En dan kun je gelijk zien wat de point is en wat het grote verschil is tussen de vrije opgietmethode en de cannelator. In beide gevallen hebben we 5 gram cannabis gebruikt. En je ziet wel dat de vrije opgietmethode veel meer alcohol gebruikt als met de cannelator. En dat is niet alleen duur, het duurt ook langer. Als je die alcohol gaat verdampen, dan duurt de vrije opgietmethode misschien wel 3 keer zo lang als met de cannelator. En het kost natuurlijk ook. Maar goed, we gaan deze alcohol die een mooi groen kleurtje heeft en deze alcohol die wat lichter is, die gaan we nu verwarmen en verdampen. En daarbij gebruiken we een simpel hulpmiddeltje. En dat is een luchtpompje. En dat luchtpompje, dat is gewoon een aquariumpompje, dat zorgt ervoor dat de verdamping een stuk sneller gaat. Als alcohol namelijk verwarmd wordt, dan gaan de alcoholmoleculen in de vloeistof gaan snel bewegen. En ze proberen als het ware te ontsnappen aan de onderlinge aantrekkingskracht. En als die moleculen boven het oppervlakte snel bewegen en tegen elkaar aanbotsen, dan vormen ze druppels en vallen weer terug. De verdamping gaat een stuk langzamer. En als je daar wat lucht in blaast, dan blaas je die alcoholmoleculen die boven het oppervlakte zweven, blaas je weg. En dan gaat de hele verdamping een stuk sneller. Daar gebruik je gewoon een luchtpompje voor, zoals je dat kent vanuit het aquarium, handel. En dan laat ik je nog wat zien. Dit is gewoon een standaard luchtpompje. En je hoort het misschien wel, maakt een hoop herrie. Dit is een luchtpompje zoals wij die zelf importeren uit China. En die hoor je nauwelijks. Ik zet dit glaasje hierin. Hang het slangetje in het glas. Hij hoeft dus niet in de alcohol te steken, maar vlak boven het alcoholniveau. En je laat het lekker blazen. En je gaat even een kopje thee drinken, een kopje koffie drinken of een jointje draaien, whatever. We zijn nu 2 uur later. De alcohol is in beide glaasjes verdampt. En we gaan nu de alcohol mengen, of de olie die we gemaakt hebben, mengen met olijfolie. Ik zal eerst die brommer even uitzetten. Zo, dat scheelt. Dit is dan wat we gemaakt hebben met de vrije opgietmethode. En dit is wat we gemaakt hebben met de cannelator. En dan kun je dus wel duidelijk het verschil zien. In de ene zit echt olie. En in de andere zit een soort aanslag. En die aanslag, als je die aanlengt met olijfolie, dan wordt die wel vloeibaar. Maar voor een deel, je houdt bij de vrije opgietmethode altijd een soort droesem die bezinkt onderin het flesje. De vrije opgietmethode is dus wel snel en eenvoudig, maar minder schoon. Gaan we het even doen. Hier een flesje olijfolie. Je kan iedere olijfolie gebruiken. En zoek er eentje uit die je lekker vindt smaken. Want daar komt het eigenlijk op neer. Doe het heel makkelijk. Je maakt 1 flesje. Dat giet je erbij. En nog een flesje. En dat gieten we daarbij. Je ziet duidelijk dat hier echt olie in zit en hier een hardere aanslag. Nou, gaan we dat even mengen. Het beste is om het nog een beetje te blijven verwarmen. Want die olijfolie, als die warm is, dan mengt die beter met de olie.
En dan zie je ook waarom ik zo voorstander ben van die bekerglaasjes. Want als je die olie in zo'n flesje moet zien te gieten, dan gaat dat erg makkelijk omdat er een tuutje aan die bekerglaasjes zit. We gieten wat we gemengd hebben even terug. Hoppa. Dat is één. En nou de tweede. Hier moeten we wel wat meer moeite voor doen. Want de aanslag die in dit bekerglaasje zit is wat harder. Dus je moet wat meer kracht en warmte gebruiken om het goed gemengd te krijgen. Maar goed, surprise you pay voor het feit dat het wel heel eenvoudig is om het zo te doen. Zo. Zet maar van alles langs de zijkanten. Het glas is nog behoorlijk warm. Dus de olijfolie is dat ook. Maar ik weet niet of je het goed kan zien. Maar in de close-up zie je dat misschien wel. Je ziet dat er nog behoorlijk wat deeltjes in achterblijven die niet op te lossen zijn. Maar goed. Price you got to pay. We gieten het in het flesje. Twee methoden om wietolie te maken. Met de vrije opgietmethode en met de cannulator. En als de camera zometeen dichterbij komt, dan kun je nog even kijken. En dan zie je dat met de vrije opgietmethode de meer harde stukjes vrijkomen die achterblijven in het glas. Die ook voor een deel meegaan in de olie die je maakt. Dit flesje is ook wat donkerder. En als je dit een uurtje laat staan, dan zul je op de bodem ervan een laagje droesem krijgen en die is waarschijnlijk ook wel medicinaal werkzaam, maar misschien minder gewenst. En als je deze cannulatorolie bekijkt van close-up, dan zie je dat het glas veel schoner is, dat de olie wat helderder is en dat je hier ook minder neerslag in hebt. Maar goed, dat is up to you. Je moet zelf maar kijken wat je wilt doen. Vrije opgietmethode heeft als voordeel dat het vooral eenvoudig en snel is. De cannulatormethode heeft als voordeel dat je er alles uithaalt wat er aan werkzame stof in zit. En dat je een schoner product krijgt. Dat ook altijd van een ongeveer dezelfde kwaliteit en sterkte is. En bij de vrije opgietmethode wil dat nog wel eens variëren. In ieder geval, ik wens jullie er veel succes mee en vooral veel plezier. En ook een betere gezondheid en een hoger welbevinden en welzijn. Alsjeblieft allemaal.